Zij doet eigenlijk onder de 16-plus regel vallen. Want je zit toch aardig in mootjeshak. Toch de stukjes ork overheen vliegen. Ik weet het niet. I don't know. Ja, het is wel zo dat de een is ergens meer gevoelig voor dan de ander natuurlijk, hè. Ik weet zeker dat orks zouden dit geen leuk spel vinden. Het is toch volkerenmoord voor de orks. Okay. Fair enough. Nope. No, hij is er doorheen. Jammer. Kun je hem niet verplaatsen? Oh, is erbij. Dat scheelt weer. Wat gaan we dus even bij maken? Misschien een blokker of zo. Wel tussen Sanne. Slaap lekker. En droom fijn. Ik denk toch dat dat 50% betekent, eerlijk gezegd. Uh-oh. Kom eens aan. Als er iets is in de Skype chat dat jullie willen lezen, moet je het gewoon even roepen. Dan ga ik het even op pauze zetten. Ik volg het niet meer. Het spijt me.
Jee. Ik ben blij om. Die arrow traps nog awesome. Die gaat weg. Die gaat weg. Ze moeten ook de Dead voor de 360 uitbrengen. Dat ook wel worden. In your face. Octodad als Kinect. Kinect game. Ik zal gelijk een Kinect kopen. Die gaat er vandoor. Gaat weg. Die gaat weg. Ze zitten. Sit down, son. Niks bewaard. Weg joh. Stel dat je mafkezen. Je gaat even lekker jezelf pesten of zo. Het is ook wel een raar idee dat bijna een week geleden. No, Oxy, slaap lekker. En als je niet kan slapen, wij zijn er altijd voor je. Hier en op YouTube. Dus als je onze stemmen mist, dan ga je gewoon naar YouTube en dan ga je gewoon luisteren. Slaap lekker. En ook al zijn we er niet, we zijn altijd bij je. Toch een skill erbij. Nu met twee skills. Oké, jammer. Bye, Oxy. Adieu. Arcadian Warriors is zo'n slecht spel, hè. Dat is echt niet te filmen. Oh, ik heb geen beeld meer. Jullie wel? Oh, daar is het weer. Hij bevalt zeker goed, het is alleen jammer dat mijn internet zo slecht is, dat ik hem niet op hoge kwaliteit kan zetten. Ik kan proberen om hem iets hoog te zetten, maar dan gaat hij best wel haperen. En daar heb ik geen zin in. Maar als het goed is, ga ik binnenkort verhuizen.
dan beter internet. En dan kan die gewoon wat hoger. Hopelijk. Maar zolang die het doet, beter niks. Oké. Okay. Dat is mooi. Even kijken wat ik in mijn games boven staan. Dat is geen raid squid, ik was klaar met het level. God, dat was Soul Calibur doen. Als ik erbij kan. Sorry. Pardon. Pardon. Dat was omdat de dingen vanaf vielen. Het is na 12. Het mag. Dat mag. Dan wil ik even. Even een nerd zijn. Dat ene woord betekent letterlijk gat. Dus op zich is het nou, op zich, als we het even omvatten, is het toen zeg ik gewoon niks fout. Voor nu. Voor nu. Zo. Zo kennen we erin. Ik zou mijn god niet meer weten wat voor characters ik gemaakt heb, maar ik was er echt de hele dag mee bezig geweest. Dat was leuk. Ik had geprobeerd om Gary hem na te maken, maar dat ging een beetje faal. Ik vind het wel een super vet spel als Soul Calibur 5. Ik denk nog maar één van mijn favo. Free. What? Is dat nou weer? Hoe lang zullen we erover doen? Surfius back. Soulblade, dat is toch de eerste die voor Soul Calibur kwam. Of ik het fout. Als ik het goed herinner, op de Dreamcast. Als ik het fout heb, feel free to punch me. PlayStation, oké. Okay. Ik had Soul Calibur 2 als mijn eerste Soul Calibur. Vanaf die me echt hoekt. Ik heb hem alleen gekocht omdat de Link erin zat. Het is alleen jammer dat Soul Calibur 5 tellen niet meer heb. Ik heb Bloody Roar 3 gespeeld. Alleen. Heel lange tijd geleden. Childhood game. Ik had zeg maar. Nou maak je me toch wel nieuwsgierig, gel zo. Ga eens even kijken. Nee, vroeger. Heb mijn neef een tijd bij ons thuis ingewoond dat hij uit zijn huis getrapt was. En hij had zeg maar een PS2 met Bloody Roar 3.